leukste momenten van afgelopen tijd in Innoveine. Wat is dit? Wat is dit voor leuks? Wat is dit allemaal? En wie ben jij? Wat hebben jullie allemaal leuke auto's? Bedankt. Oh, wie zijn jullie? Ik ben opa Toos. Yo, oh, wie is opa Toos? Hallo, ik ben opa Toos. Wie? Oh, hey, oh, ik dacht dat u opa was. Nou, en bedankt voor mijn beker. Oh, hallo? Jongens, ik sta op camera. Oh, wat leuk. Wat leuk. Meneer, waarom bent u mijn auto aan het filmen? Wat bent u aan het doen? Ik ben even een foto aan het maken van deze prachtige auto. Waarom? Waarom is mijn panto? Waar maak je foto ervan? Nou, ik ben autoliefhebber en ik zag deze auto en ik dacht, deze heb ik nog nooit gezien. Ah, mooi is hij. Ik heb zelf gemonteerd. Ja, ik vind de boelbar mooi. Ah, dankjewel. Hij is echt zo jotte mooi. Ah. Ja, hoeveel mensen heb je er al mee overreden met deze bumper? Overreden? Of was dat de verkeerde vraag? Nou, geen één. Ik rijd geen mensen over, hoor. Gelukkig. Ja, wil je de eerste zijn? Nee. Ah! Nee. Moet ik dit helemaal klimmen? Ja, ik ga het hier dat reden, denk je. Ik ga het proberen, ik ben hartstikke fit. Oké, ga maar, ik volg je wel. Zo, we zijn er. Opa, Toos, ja? We moeten nog zo'n 20 trappen. Oh, het ging hartstikke goed. Ik denk dat de rest ook goed gaat. Ja. Zo, we zijn er. Opa, we zijn er nog steeds niet. Opa, Toos, kom op. Oké. Zijn we er al? Opa, het zijn niet de 20, volgens jou. Nou kijk, 1, 2, 3, 4, 5, nee, niet 6, zo 7, tellen. 8, nee. Niet zo tellen. Ah, wat nou, cool. Mijn collega even je boeien los doen. Okay. Ja. Hey, u bent mijn celmaatje. Nee. Nee, ik ben niet je celmaatje. Draai eigenlijk maar even om. Geef je boeien los. Oké. Ja, en dan mag je even je handen tegen de muur houden totdat ik zeg dat je ze los mag halen. Yes? Ja. Ik ben er klaar voor, kijkers. Oh, 3. Denk aan donuts, Henkie. Denk aan donuts. Oh, het alarm gaat af. Ze zijn me aan het zoeken. Kijk eens, ze zijn me aan het zoeken. Ik moet nu snel zijn. Ik moet nu rennen voor mijn leven. Ik ga dit 100% overleven in 3, 2, 1. Ja! Hey, dit zijn jullie allemaal. Dit is mijn moppie. Hij hoort ook bij de zonnebloem. Nee, toch? Kom wij die ophalen. Van de zonnebloem. Toedadadada. Wij zijn van de zonnebloem. Toedadadada. Hey. Wilt u ook naar de zonnebloem? Ja! Ik wil naar de zonnebloem. Mag ik mee met jullie? Bent u Kermo van de... Van nee, de... ik ben één. Mag ik mee met de zonnebloem? Nou... Nou, wie bent u? Hoe oud ben je? Oud genoeg. Hoe oud? Oud genoeg. Hoe oud? Oud genoeg. Hoe oud? Oud genoeg. Hoe oud? U lijkt op een hersendode. Waarom lachen jullie me nou uit? Maar ja, je mag Vonkel ook uitlachen. Die heeft klompvoeten. Wie heeft klompvoeten? Oma Vonkel. Hallo. Vonkel. Oh ja, ik zie het nu wel een beetje. Ja, klopt. Maar mag ik... Oh, er zat nog iemand achter me. Hallo. Hallo. Kees, Koos, Kaas. Maar hoe heet u? Ik heet Henkie. Dat heb ik toch al gezegd. Henkie. Ik vind u wel een leuke man. Wie bent u? Ik ben oud genoeg. Hoe oud? Stop nou! Wacht, jullie hebben wat mooi. Stop eens even de afstand! Maar mag ik mee? Mag ik mee toeren? Toeren? Ja hoor. Gaan we toeren? Oud genoeg! Oud genoeg! Stop jongens! Oud genoeg! Je bent wel even naar Blokkenpark. Toeren! Ja jongens, we hebben hele gekke dingen gevonden. We mogen hem niet wakker maken. Hij mag absoluut niet wakker worden. Hij is wakker! Auw! Laat me met rust! Hey, dat zag ik! Hey! Oh. Doe eens niet! Dat zag ik wel! Nou, sorry hoor, meneer, het is echt een lelijke auto. Nou, hij doet de auto lelijk, kijk eens! Ik ga het doen hoor! Nee! Nee, laat me vatten nou met rust! Nou! Iemand steelt hem ook nog eens gewoon! Mijn panto! Hallo meneer, niet doen, kom eraf! Nee. Het was niet zo bedoeld. Jawel, je zei dat hij lelijk was! Nee, dat is niet waar. Jawel, meneer. Kunt u een lekker frikandelbroodje verkopen? Ik hou helemaal niet van frikandel. Meneer, mijn donuts. Panto is alles. Ja, ik heb genoeg donuts. Meneer, dunnerbokje. Wilt u misschien een ritje maken op een speciale scooter? Wat voor scooter is dat dan? Ja, hij heeft 30, 40 spiegels en lampen. Oh. En hij gaat snel en hij heeft een toeter. Echt? Hij gaat... Ja, echt waar. Oh, Jotem! Oh, wow!
Daar staat hij juist niet op geland. Maar trouwens, hoe kom ik er nu af, kijkers? Hoe kom ik er nu ooit af? Au. Ah. Ah. Opa, het gaat met me. Het gaat nog. Het gaat met me. Maak er geen zorgen. Je hebt een harde rug, zei je al. Ik zei, ik heb een harde rug. Ik kan dit allemaal. Oh, het was wel echt een val. Ik schrok wel echt eventjes. Komt hij op. Even lachen. Even goed passeren voor de foto. Ja, moment. Ja, even kijken. Hallo. Zo, dat was een mooie foto. Nog één. Ja. Ja. Oh, je bent echt een model. Andere hoek. Ja, andere hoek. Je bent echt een model. Je bent echt een model, Appetoos. Waar moest ik naartoe? Naar het blokkenpark. Daar. Oké. Okay, drie. Okay. In het water? Nee, op het blokkenpark. Echt op het blok. Ja, welk blok? Ja, dat grote blauwe blok wat u ziet. Oké. Okay. Drie, twee, één. Oh, daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat open toes. Moet hij je parachute openen? Open. Oh, hij heeft hem geopend. Ik ga er snel achteraan. Voor open toes. Als jullie allemaal even je mond dicht houden, meneer met de gele jas, je moet naar buiten. Allemaal even in de rij gaan staan buiten, in de rij. Ik zal je laten zien hoe het werkt. Is goed, laat maar zien. Hij heeft het van mij geleerd hoor, want dit bekoost patat. Hou je smoel. Je vraagt eerst, goedendag. Dat is geen vraag. Goeiedag. Heeft u een middaglunch voor mij? Nou, dan vragen ze om een middaglunch. Ja? Dat hebben we eigenlijk niet. Oh, oké. Dus dat pakken we uit. Wat zegt u? Wat geven we ze dan? Een ochtendmaaltijd. Maar ze wil middaglunch. Ja, maar dat hebben we niet, zeg ik toch? Ja, maar waarom vraagt ze er dan om? Ja, omdat ze denkt dat ze dat krijgt. Is het niet middag? Bij jullie auto. Ik hoor u gewoon hoor! Ik heb mijn gehoorapparaat heel hoog staan! Dan zet je hem even uit. Is dat politie bij jou? Is dat politie? Is dat politie bij de auto? Noodknop! Stap in! Geef mijn auto terug! Stap in! Ik kan tot de eerste stap als je doorrijdt. Oh ja, dat is waar. Meneer, ik leen even uw auto hoor. Maak je geen zorgen. Kijk eens, ik heb een auto gemonteerd, maar er zit geen agent achter me aan. Help! Oh nee! Oh, ik had even snel gevraagd aan deze man of ik zijn auto mocht lenen, maar er zit gelijk weer politie achter me aan. Kijk eens, nu gaan we niet stoppen. Nu wordt het moment om deze politie gewoon te snel af te zijn. Kijk eens, dit is het. Zo, hé jongens. Ah, oh, helemaal niet leuk. Oh, oké. Wat moet ik toch doen, kijk eens. Oh, ik word een beetje duizelig. Oh. Ah. Wat ik ga doen is, ik ga eerst even beginnen met de wond op uw arm. En dan ga ik even ontsmetten. Oké. Ja, ik kan even prikken. Moet u even doorbijten, ja? Oké. Auw. Auw. Stop, opa! Ik ben op oorlogspot! Opa, stop! Oh, ik kom er al aan, opa. Ik moet blijven staan. Hoezo moet ik blijven staan? Wat gaat er nou in gebeuren dan, kijkers? Wat gaat er gebeuren? Opa! Opa, gaat het? Opa! Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Oh jee, daar gaat hij. Oh jee, opa. Oh jee. Dat was, is dat de politie? Opa! Opa! Het is een skateboard! Ik pak je skateboard wel, opa. Goeiedag. Meneer, ik heb een vraag voor jullie. Voor u misschien. En wat is er dan? Mijn hamer is een tijdje geleden in beslag genomen, maar ik heb hem nog steeds niet teruggekregen. Je hamer is in beslag genomen, maar je hebt hem nog steeds niet teruggekregen? Nee. Ik ga het heel even overleggen. Ja, dan is uw hamer gewoon vernietigd, omdat het dan ergens voor gebruikt is. Heeft u ooit misdaden ondergaan? Vernietigd? Ja. Zijn u nou vernietigd? Ja. Meneer. Nee. Hé, ik word gebeld. Henkie, luister goed naar mij. Jouw hamer is niet vernietigd door de politie. Dat is hij nooit geweest. Hij ligt namelijk op een positie hoog op de kraan naast de meespank. Ga er naartoe, Henkie. Haal je hamer terug. Die hamer is van jou. Jij verdient die hamer, Henkie. Ga snel. Gauw. Nu. Meen je dat? Oh nee, dat is hier! Oh, waar is hij dan? Waar is hij dan? Haha, het was een val, Henkie. Waar is hij dan? Oh nee! Kijk!
gaan verder. Ja, we gaan verder waar we gebleven waren. Ik was onze boerenkool met extra spekjes. Kijk, dan vraag zo'n boerenkool met spekjes. Dan pakken we uit hieronder wat gras. Wat gras? Dan doen we dat in een bakje. Ja? Ja. Gras. En dan vraagt ze om extra spekjes. Maar dat hebben we ook niet. Dus dan doen we eigenlijk een beetje knarsetanden. Maar wat heb je wel? Niks. Nou, maar parkeren dan. Hé, gelijk hier de pikkelandio zet. Pas nou eens op, joh. Je gaat er niet eigenlijk een auto kapot rijden, bakkappen. Wat anders? Wat anders? Weg je het scheiter! De oudjes al aan! Pas op, de oudjes al aan! Hallo, meneer. Hallo. Hallo, deze meneer. Die werkt in de bouw. Ik weet niet in de bouw. Jawel, je werkt in de bouw. Ik werk in de bouw. Je heeft wel een rare bouwvakkersoutfit aan, man. Ja, maar dit is gecamoufleerde bouw. Jullie hebben zijn hamer afgepakt. Hebben wij zijn hamer afgepakt? Ja. En wanneer zouden wij dat gedaan hebben? Wanneer hebben ze dat gedaan? Iets langer dan een week geleden al. Iets langer dan een week geleden zal wel. Iets langer dan een week geleden? Ja. Zal wel. Waarom is hij afgepakt dan? Hij was aan het timmeren en ja, dat mocht niet. Ik was eigenlijk helemaal niet aan het timmeren. Ik was donuts aan het vragen aan iemand. Oh, hij was niet aan het timmeren. Hij was donuts aan het platslaan om de eierkoeken van te maken. Nee. Oh. Maar meneer, nu komt de echte vraag. Geef me alle donuts die je hebt. Ik wil ze allemaal hebben. Over 150 seconden, kijkers, is de buit voorbij. Dan zijn alle donuts voorbij. Meneer, blijf op uw positie. U mag niet bewegen, want alle donuts worden voorbij. Ik vraag me af of het wel mag wat ik nu doe, kijkers. Is dat wel toegestaan? Ah joh, volgens mij is het natuurlijk is het toegestaan. Ga maar op een paar donuts. Het zijn de lekkerste donuts ooit. Nou, het is gelukt. We hebben alle donuts, maar en wat geld. Waarom heb ik nou geld van je gekregen? Meneer, ik wilde helemaal geen geld. Ik wilde puur alleen maar donuts. Maar nu heeft u me bijna 7000 euro gegeven. Bent u helemaal betoeterd? Wat doet u dat nou? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom u dat deed. Oh, politie! Oh jee! Oh nee! Oké. Oh jee. Hallo? Je mag hier naar bed komen, meneer. Naar buiten komen? Ja. Oké, is goed. Ik kom eraan. Wat dan? Oh, niet richten op mij. Bent u gek? Meneer. Nee, niet richten. Niet richten, anders kom ik niet naar buiten. Het is veel te eng. Oké, ik kom eraan. Rustig aan. Nee, je mag naar bed komen. Handen in de lucht. Oké. En niks in je handen, ja? Niks in mijn handen. Die hamer mag je laten vallen. Laten vallen? Nee, die houdt bij me. Doe ik wel maar weg. Maar ik doe hem wel weg. Oké, rustig aan. Gaan zitten, meneer. Op mijn knieën, hoezo? Het is de grond is meneer, vies. Meneer, je mag even op de knieën gaan. Meneer, de grond is vies. Wees nou even hygiënisch in deze tijd. Meneer, bij deze heeft u een vordering. Op je knieën, meneer. Een vordering? Wat heb ik eraan? U mag op je knieën gaan zitten, meneer. Meneer, oké, rustig aan. Maar het is wel een beetje onhygiënisch van u. Laatst was ik bezig met het alarm kijken, zie je. En toen kreeg ik lekker een stroomschok. Ja. Hey Henkie. Ja. Ik heb een verrassing voor je. Wat is? Wie heeft een verrassing voor mij? Ikke. Oh, met de helm op. Ja, ik zie je toch niet praten met die helm op. Wacht, ik doe wel even mijn helm af voor je. Heeft een van jullie een idee hoe je... Ah, wat een dik gezicht! Rennen! Opa, wat doet u nou? Opa. Oh. Wat doet u nou? Tjonge jongens, dat al jaren hier hebben wij zelf moeten pakken, joh. Oh, Jozef. Wat doe je nou, man? Ik kwam met mijn hoofd tegen het stuur aan. Nou, doet hij het nog? Opa, toevallig ben ik automonteur, dus ik fix het zo voor je, oké? Oh, kijk eens, joh. Wat het alleen. Oh! Nou, mijn bril. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oh, agressief. Oh, ik wou, ja, kijk maar uit, hoor. Ja. Ja, ik vind het wel raar. Slaap op mijn hoofd, maar mijn rug is... Mijn rug doet het. Hij doet het weer, denk ik. Hij doet het weer. Ik heb hem gemaakt. Oh, ik zie niks door die motorkap. Oh, ik moet de motorkap even naar beneden doen. Opa. Opa. Oh, zolang ze maar niet aan mijn materiaal in mijn monteurdeur hebben gezeten. Waarom staat deze auto hier? Opa. Hij doet helemaal niks meer. Doet hij het niet meer? Nee. Ik heb een idee. Oh, we gaan het niet meer. Opa, er zit al heel dicht tegen me aan, hè? Ja, dat maakt niet uit. En zo. Kijk, nu is het niet meer mijn probleem. Nu staat hij niet meer op mijn erf. Oh, vandaar. Ja.
Gaat hij nou? Nee! Opa, stop! Nu wel! Opa, stop! Oh, wat ben... Ik ben lekker sterker! Hoe bent u zo sterk? Hoe kan dat met die knieën van u? Ik opa, hou, stop nou eens! Je doet het nog met deur naar binnen. Kijk eens, iemand heeft iets gestolen. Iemand is met heeft dozen gepakt en mist ook een doos. Kijk eens, weten jullie wie er uit mijn huis heeft gestolen? En hij liep trouwens met een band, zagen jullie dat? Opa, wat weten wij dit doen? Ja, ik heb de band eraf gehaald. En ik wilde even zeggen dat ik wel een band voel tussen ons. Dus die wezen wil ik aan u geven. Ah, dat vind ik echt heel aardig van u. Kijk eens alsjeblieft. Nou, u heeft er ook een voorbij. Ja, ik kan er maar eentje dragen tegelijk. Dus ik neem hem wel mee naar mijn glaas. Dank u wel, opa Toos. En ja. Hoe heet u ook weer? Opa Jozef. De coolste opa van de stad. Joost, Joost, dank u wel.